Doe maar. Laat ze maar los. Dat is Frida. En Richtje met veulen Mirte. Rijntje en Minse Tijen. Sjirkje en Mathilde. En Sally en Marije. Nou, zo brengen we ze altijd naar buiten. Kijk, zij heeft nu wat plekjes op haar kont. Zo check ik ze ook altijd even. Ja. Hey, nou, nieuwsgierig aagje. Laten we even kijken wat dat is. Ja, maar ze weet het wel. Maar ik vermoed dus dat dit schimmel is. Plekjes, ja. Ja, en vanavond ben ik hier weer. Dan ga ik ze allemaal even behandelen. Dan heb ik wat hulp. Alleen is het niet zo handig. Het lijkt wel muggendolten. Ja. Wat is het? Ja, ze noemen het ook wel ringworm. Ja, oh, ringworm. Oh, ja. Nee. Nou, en het verschil met Mathilde en Marije. Marije is wat compacter, net als Sally. Ja, precies. En Mathilde die is wat over de rug wat strakker. Johnny is weer blij dat ze weer buiten komen. Ja. Dit is Pierkje en Uniek. Ja. Kom maar. Kijk, deze durfde nu even niet langs, omdat Frida ervoor stond. Die zijn ze een beetje bang voor Frida. Nee, nee. Hallo, dit is niet de bedoeling. Nou, dan doen we weer open. Ik vind het veel te gezellig. Ze ziet het leuk. Ja, Frida wil graag bij die anderen. Kom maar, die kant op. Nou, dit is Mirte, die ken je er wel uit omdat hij zo pluizig is. Ja, het ziet er gewoon zo exact uit zoals het was. Ja. Kijk, Rijntje gaat even rollen. Oh ja. Omdat ik haar gewassen heb. Ja. Even schudden. Ja, ze kijken even. Kom maar! Zij zien jou natuurlijk ook altijd met die camera in je handen. Ja, ze weten niet beter. Soms eten ze hem ook bijna op. Ja. Dat moet ook maar niet. Nou, daar hebben ze dus echt zo'n looproute, hè? Je ziet dat ze daar naartoe trekken. Ja. Ze hebben altijd, paarden hebben dat altijd in de waai. 2, 3, 4,
Ja. Dit is Gea. Gea, zeggen wij. Geertje. Geertje. Dit is een beetje de leider. Dus die is ook brutaal. Dus... Dat heeft zich al ontwikkeld. Ja. Dus die blijft staan. Dit is Jacobien. Die blijft die wat mooier blond. Kijk, en nu, dat is Lianne. Nou, die wil alleen maar knuffelen. Ja, ja. Dit is Lieke. Dit is Hester. Nou, Lieke die wil wel eens wat happen. Oh ja. Zo doe ik even zo terug. Hap, hap. Een beetje plagen. Maar deze is dus nu 1 jaar en die is 2. Ja, maar ze zijn bijna even groot. Dit is Jildo. Kijk, die heeft een paar witte haartjes. Hé, waar zijn we? Ja, soms denk ik, ik zie het aan de hoe roze hun manen nog zijn. Ja, maar dat verandert echt zo snel. Sommige hebben hun manen echt op een bepaalde manier. Ja. Bij haar hangt alles aan deze Klopt. Kant. Ja. En bij sommigen hangt het half. En soms waait het ook. Nu waait het ook wat op. Ja, en niet te dichtbij. Kijk, eigenlijk vind ik nu dat ze te dichtbij mij is. Dus dan zeg ik wel eens even van, hey, ga ze even weg. Hé, en als ze dan ook maar 1 stapje opzij zetten, ben ik al de baas. Ja, maar zo. Jij bent de baas, hè? Dus dat is duidelijk. Dit is Lina. Dit is Lina. Kijk, die heeft dat denkje iets lager. Ja, dat is ook een lief paardje. Ja. Niet happen, hè? Jij ook niet. Dat is ook een lief paardje. En dat is de ene dag zijn ze heel brutaal en de andere dag... Ja. En dit is Geertje weer. Die is echt steeds... Nou, we gaan een beetje vooraan lopen. Oh, niet bijten. Pas op hoor, want ze moeten niet gaan bijten. Nee, niet bijten. Deze die hapt altijd. Ja. Kijk maar, dat is voor je sjaal. Dan kijk, jij loopt nu dus achteruit. En dan zijn zij al de leider. Dat idee. Ja, dat klopt. Ja. Nee, niet in mijn telefoon bijten. Nou ja, een beetje. Ja, het lijkt misschien een beetje raar, maar als je 1 keer eventjes. Dit is mijn aura. Ja, precies. Dan. Maar deze kan ik bijna nooit uit elkaar, Hester en Genie. Dat is echt, die lijken zo op elkaar als ze naar je toe komen, zeg maar. Maar Jean is altijd een beetje dikker. Hester en Jenny. Nee, dit is Lieke. Lieke. Maar dit weet ik, volgens mij is het Hester. En dit is Lina. En dan kijken we even. Kijk, deze zijn elkaar dan aan het kriebelen. Ja, dat is Hester en dit is Genie. Dat is Lianne. En Lianne, die komt altijd knuffelen. Altijd. Ja. Kijk, ze doet het niet alleen bij mij. Ja. Ja, volgens mij is dit Genie, dus dan zijn dit zusjes. Dit zijn zusjes? Ja, van Sally zijn ze beide. Oh ja. En waarom is haar, hoe heet het, zo lang? Ja, dat groeit gewoon. Ja, en die haal je er een keer af? Nou, die gaan er wel vanzelf af. Of als de hoefsmid is, dan halen we ze wel eens af. Zij hapt inderdaad. Ja, dit is Geertje weer. Dit is weer de baas. Ja, kijk maar uit hoor. Zie nou, dat is echt de rangorde bepalen. Zij zegt nu, ik ben de baas. Maar ik zeg, ik ben de baas. Maar dan moet je nogal passen dat ze niet omdraait en gaat schoppen of iets. Dus daarom blijf ik het liefst gewoon aan de buitenkant. Ja, ze vinden het heel gezellig. Dit is Klaske. Dat is die is het verlegenst, zeg maar. Maar die wel heel nieuwsgierig. En die komt steeds meer bij me. Ja. Kijk wel uit hoor. Dat is Lianne weer. Dat is Lianne, ja. Ja. Ze zijn echt veel schoon.
Ja, deze die kruipt je in de... kroept die in de boezem, zeggen wij altijd. Kroept je in de boezem. Ja. Nou, dit zijn zusjes. Dat is wel grappig. En deze twee? Ja. Ja. Ze zo bij elkaar staan. Ja, maar dat, ja. Van Sally. Ja, daarvoor. Ja, ja, ja. De YouTube-fan met zusjes, met zusjes. Ja. Nou, hoe mooi. Oh, dit vindt ze wel heel lekker. Ja, dit is wel heel lekker. Warme adem in mijn nek. Ja, nou kijk maar uit hoor, dat ze niet gaat happen. Ja, hè? Als ik van de straat kwam en dan niet had gezien, zou ik dit echt nooit durven. Nou, kijk nou. Maar ze zijn ook echt wel heel lief, hoor, deze paarden. Ze zijn zo lief. Ook doordat we dit doen, volgens mij. Precies. Wie hebben we hier? Lina. Geertje weer. Die moet echt even weten van, hé... Die komt kijken, wat zijn ze daar aan het doen? En, ja. Nou, die zegt nu dus tegen Jeannie van, hé, doe even een stapje naar voren. Precies. Alleen maar is die dat aan het bepalen. Precies. Dus die is echt wel de leider nu. Op het begin was dat niet zo hoor. Maar dat is echt sinds... Er kwam nog een vraag hè, ja. Van iemand. Dus ja. Kun je nu... Nou, ik heb nu... Dat kun je ze nu vertellen. Ja. Maar ik denk dat het wel mooi is om het te zien. Zeg maar, wanneer wordt ze leider en wanneer... Ja. Ja. Ik liep alleen maar achteruit om even weer mee. Ja. Kunnen ook nog maar? Oh ja, dat is leuk. Leuk, wat hebben we daar? Janne, Jeannie. Oh, zo film ik alles wat. Ja, superleuk. Tussen de kudde.